Wij labelen de mensen niet en kijken vooral naar waar ze wel goed in zijn en wat ze wel kunnen. Wij denken dat iedereen zich nuttig kan maken in alle vormen van bedrijven. En dat er binnen alle bedrijven altijd werkzaamheden zijn die door mensen gedaan kunnen worden en die zich daar ook prettig bij voelen. Mensen vanuit een doelgroep of een waarjong zijn daar vaak uitermate geschikt voor, op een manier waarop wij dat zelf of machinaal niet kunnen. Bij GVO doe ik bamboek indraaien. Ik knip de bamboek bij GVO. Zien ze je gewoon ook als een andere collega. Ja, dus zit daar geen grens tussen. En ze kijken gewoon ook aan van wat kan Chevro. En dan gaan ze gewoon kijken wat de groeimogelijkheden zijn. En dat vind ik zeer positief. Ik werk bijna 3 jaar bij GVO. Ik ga er elke dag met plezier naartoe. Zoveel leuke collega's, medewerkers. Werk vind ik ook leuk. Patrick en Chevro zijn echt super gemotiveerde krachten. Doen het heel goed. Weinig ziekteverzuim. Leergierig. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee dat die iedere dag zich hier inzetten voor ons bedrijf. Wel eens gehad dat iemand prima in staat was zelf het werk te doen, maar het moeilijk vond om afspraak te maken met de werkgever. Nou, dan vraag ik aan de jobcoach, wil je daarop letten? Of sommige mensen die leren bijvoorbeeld heel lastig en dan gaat de jobcoach echt naast ze staan en die gaat meewerken om het werk aan te leren. En soms als mensen veel privéproblemen hebben, dan is het ook de bedoeling dat er een lijntje wordt gelegd met privé, zodat de werknemer aan het werk kan blijven. Ja, wij zijn heel trots op wat we bereikt hebben. Het slagingspercentage van de plaatsingen is hoog hier. Maar zeer beperkt mensen die uiteindelijk niet hun plek hier kunnen vinden. In die zin noem ik het wel echt heel succesvol. Ik denk dat het zonder het UWV niet kan. Het voordeel van iemand in dienst nemen met afstand tot de arbeidsmarkt en specifiek ook WAJONG is dat je heel veel voordelen hebt, zowel in salaris als in bijvoorbeeld de no-risk. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat op het moment dat een werknemer ziek wordt en het is een WAJONG'er, dan kunnen de salariskosten verhaald worden op het UWV. En het geeft ook de andere medewerkers die geen afstand hebben een goed gevoel dat ze ook sociaal bezig zijn. Het heeft een maatschappelijke rol. Natuurlijk moet je weten waar de beperking van iemand zit om ook iemand op de juiste manier de begeleiding te kunnen geven waar die behoefte aan heeft. Aan de andere kant geloven wij er heilig in dat ieder mens goed kan zijn in dingen waar behoefte aan is in het bedrijfsleven. En dat is waar wij naar zoeken binnen deze mensen.